Hallo allemaal, vandaag een nieuw lesidee en het thema is lente. Waar denk jij aan als het lente wordt? Schrijf voor jezelf verschillende trefwoorden op die volgens jou bij de lente passen. Heb je dit gedaan, dan kun je een paar kleine schetsjes maken waarin de verschillende elementen die je opgeschreven hebt terugkomen. Denk erom, ze hoeven niet allemaal in één schets te zitten. Je kunt verschillende schetsjes maken van de verschillende elementen. Oké, als je de schetsjes gemaakt hebt, weet je welke elementen je in je tekening, in je afbeelding straks wilt gebruiken. Het is handig om daarvan de voorbeelden op internet op te zoeken, zodat je een beetje idee hebt hoe het er echt in de natuur uitziet. En narcisten hebben misschien wel een bepaald idee van, maar we moeten voorkomen dat alles er hetzelfde uitziet. Dus probeer op internet voorbeeldjes te zoeken die je in je tekeningen na kunt tekenen en kunt gebruiken. Naast de schetsjes voor de compositie heb ik ook even een klein schetsje gemaakt met kleuren daarin. Zodat ik kan zien welke kleur ik wil gebruiken om de lente weer te geven. En ik ben eigenlijk best wel tevreden over de kleuren in het schetsje, dus deze ga ik grotendeels terug laten komen. Ik heb ervoor gekozen om uiteindelijk het schetsje met de kip en de narcissen uit te werken. Het papier heb ik opgespannen, zodat het als het nat wordt ook weer recht trekt. Dat kun je in een ander filmpje van mij zien. En vervolgens heb ik het papier ook met gesso ingeschilderd, omdat het papier dan iets minder zuigt. Daarna ben ik, zoals je ziet, de schets gaan natekenen en wat uitgebreider op het papier gaan zetten. Kom je dingen tegen waarvan je denkt, nou dat vind ik toch niet zo mooi, dan kun je dat in een schets natuurlijk nog alsnog weer wegvegen en weer opnieuw corrigeren. En ook kun je afwijken van je originele kleine schets. Dus dat heb ik ook gedaan, zoals je ziet. Heb ik ook af en toe even weer wat gecorrigeerd, want ja, dat vind ik dan niet mooi. En dan denk ik van ja, dat kan toch anders. Nou, dan doe ik dat even anders als iets te onrustig is op de achtergrond. Nou, en dan kunnen we nu lekker gaan schilderen. Oké, dan gaan we beginnen. Allereerst ga ik met de lucht aan de gang en met de bloemen. Omdat de bloemen geel zijn, wil ik ze niet over een donkere ondergrond heen, omdat het lastiger overschilderen is. Dus ik ga eerst deze lucht maken en ik ga om de bloemen heen. En daarna zet ik de bloemen erop en daarna ga ik de rest inkleuren. Ik heb besloten om de achtergrond eigenlijk tot aan de helft een beetje waterig te doen. Dus niet al te dik te schilderen en eigenlijk hier wat hiervoor is wat dikker te schilderen. Dus dat ga ik proberen, kijken of ik dat volhoud, want soms halverwege het project, dan kies ik voor wat anders. Ik kies voor de achtergrond Cerulean Blauw, dat is deze. Maar ik heb maar een klein beetje nodig. Dus ik smeer het een beetje af en dan ga ik dat bij wit mengen. En dan zie je dat er al best snel een blauwige kleur ontstaat. Maar er mag nog wel wat meer bij. Als ik veel wit nodig heb, dan doe ik een paar klodders wit op mijn paletje. En dan ga ik daarin mengen. Zodat ik niet elke keer bij mijn vaste palet moet zijn waar de pure kleuren op zitten. Ik doe een beetje water erbij. Hè? Want ik zei al, ik wil hem ietsje wateriger aan de achterkant hebben. Dus ietsje dunner geschilderd hebben. Het handigste is om een beetje kruislinks te schilderen. En een grotere kwast te gebruiken. Hè? Want wil je dit met een klein kwastje doen, dat zal ik even laten zien, dan krijg je allemaal van die streepjes erin. Zie je? Allemaal van die hele kleine streepjes erin. Nou, dat wil je niet, dat wil je voorkomen. Dus je gebruikt een zo groot mogelijke kwast. En die, daar ga je mee schilderen. Nou, soms kan je daar niet al te precies mee. Maar als je hem op zijn zij houdt, dus zo houdt, dan wil dat wel weer. Ja. En als het nog een beetje strevig is, dan probeer je zo lang mogelijk kruislinks een beetje te heen en weer te gaan. En dan wordt hij wat egaler, want anders zie je al die strepen. Daar heb ik niet zo'n zin in. Dus ik wil dat hij een beetje gaat mengen. Als je te weinig verf hebt, dan doe je er net iets meer bij. Nou, zeg je, ik vind het wel leuk om nog een beetje een wolkje erbij te hebben. Dat kan. Dat zal ik even laten zien. Op het moment dat het nog een beetje nat is, kun je er gewoon wat meer wit in slepen. En dan een beetje zo stippelen.
Een beetje uitwrijven. En dan krijg je wat wolkjes erin. Ja. Nou, sommige wolken zijn wat vager en soms zit er wat meer wit voor. Dus je kunt ook nog iets extra wit erop doen. Ik gebruik trouwens titaanwit, dus dat is de dekkende wit. Zo. Nou wil ik hieronder heb ik een randje met bomen. Maar die wil ik eigenlijk een beetje op laten gaan in het blauw van de lucht. Dus ik ga dit blauw met een heel klein beetje geel mengen. Dus met een beetje van die. Zie je, dan is die net iets te geel wordt die. Dus dan ga ik een beetje van die blauw er nog doorheen doen. Net wat groener wordt. Omdat ik hem samen met deze blauw al gemengd heb, komt die kleur vrij dicht bij dat blauw. En daardoor oogt het wat relaxter achterin. Dus dan heb je niet zo'n schreeuwerige kleur die helemaal niet bij de achtergrond past. Dus ik ga gewoon een beetje langs dat randje. Zo. Als je denkt, ik wil dat meer laten blenden met de achtergrond, dan ga je gewoon even met je vinger een beetje eroverheen. En dan ga ik nu bezig met de bloemen. Nou, jullie hebben als het goed is het filmpje kunnen kijken van hoe meng ik verschillende kleuren geel. Je kon een basiskleur gebruiken en daar elke keer een tipje in doen. Nou heb ik in mijn palet altijd al twee verschillende kleuren geel. En ook hier geldt weer voor, er is vrij veel wit bij nodig. Dus ook hier doe ik weer de geel, meng ik met de wit. Ik zorg dat ik mijn voorbeeld een beetje bij de hand heb, zodat ik de kleuren wat goed kan mengen. Nou, dit zou wel een mooie kleur zijn voor de binnenkant. Misschien moet die nog iets donkerder. Ja, komt er in de richting. Dus dan ga ik de binnenkant van de bloemen doen. En ook met de verf kun je natuurlijk nog weer de tekening corrigeren als je hem niet helemaal, als die niet helemaal naar je zin is. Nou, je ziet dat die binnenkant van die bloemen niet overal even geel is. Als de verf nog nat is, kun je de nuances erin maken. Dus ik pak een beetje van die bruin. En die veeg ik eerst even weer af, hè, zoals jullie in de kleurenmengfilmpjes hadden geleerd. Kijk, en dan krijg je net een iets andere nuance en dan kan je net even iets meer diepte inbrengen. Dus dat is een beetje op gevoel. Je ziet het niet helemaal op de foto. Dus ik pak nu even de lichtste kleur. En die zet ik er als eerste op. En dan zie je al, hè, dat die lastig dekt. Dus dat die lucht er een beetje doorheen komt. Nou is dat niet zo heel erg, want kijk, uiteindelijk geeft hij dan vanzelf een nuance ook in dat geel. En dat is niet zo'n hele grote ramp. Want dan heb je eigenlijk al een beetje een schaduwrandje erin. Dus een extra tintje erin. En je ziet, ik laat die geel staan. Die ik al had, of ja, eigenlijk die nuance die ik had gemengd door dat er nog een beetje lucht onder zat. Die laat ik er gewoon lekker in zitten. Vind ik mooi. Je ziet nu dat ik de bloemen heb geschilderd. Het is nog een beetje een opzet hoor, dus het is nog niet helemaal af, maar dat is hè, omdat ik dat gele graag helder wil houden. Nou zie je, ik heb ook even die stelen een beetje aangezet en dat heb ik eigenlijk met een kwast gedaan die niet helemaal nat is, maar al een beetje droog. En dan zie je dat je ook die mooie structuur erin krijgt. Ja? Nou, ik kies ervoor om hier een stukje een beetje gelig te maken, een beetje zandkleurig. Nou, heb ik hier. Dus die zet ik hier even in. En dan ga ik straks nog kijken of ik er misschien nog iets van structuur in breng. Nou, ik zou het wel leuk vinden als die ene nog ietsje geler wordt. Als je ziet dat die te veel streepjes heeft, dan kan je ook even met je kwast de andere richting op. En dan zie je dat die wat egaler wordt. Je kan ze natuurlijk ook benutten. Dus je kan ook zeggen, nou ik ga juist die streepjes die ik in wil, ga ik er zo in zetten. En dan droogt hij zo mooi op. Ook weer een beetje waterig aanbrengen, want ik wil gewoon niet dat het te vast wordt. Nou, hij loopt natuurlijk hieronder ook door. Een paaltje, dat schilder ik er wel weer overheen. Maar ik moet
wel zorgen achter het gaas. Daar wil ik straks een trucje mee doen. Dat hij daar ook een beetje doorloopt. Hou je te veel streepjes, zorg dan dat je verf gewoon wat natter is. En pak er extra water in. Wat je kunt doen is met een grotere kwast een beetje de boel egaliseren. Dat hij niet helemaal overal hetzelfde is, dat is niet erg, want dat is in de natuur ook niet. Het voordeel is als je wat dunner schildert, dan heb je ook nog eventjes al die tekeningen die je gemaakt hebt. Dus dan ben je dat niet meteen kwijt. Ik kies ervoor om hier een beetje grijsblauwig te maken. Waarom doe ik dat? Omdat ik anders vind dat hij in zijn geheel te groen wordt. En ik wil ook een beetje dat die bloemen extra afsteken. Daar een stukje beetje grijs maken, dat doe je. Deze bruin met blauw te mengen. En als je daar dan wit bij doet, krijg je een beetje een grijs-blauwige kleur. Vind je hem nog te blauwig, dan doe je er nog een tipje van die bruin door. Ik dacht per ongeluk die blauw erin sleept. Dus dan ga ik gewoon even opnieuw mengen. Even de kwast is schoon, dat het blauw eruit is. Dus ga dan niet door met dat stukje te mengen, maar ga gewoon even een nieuw stukje mengen. Want anders dan blijf je elke keer in de verkeerde kleur hangen. Dus ik ga weer even overnieuw. Ik ga een beetje van die bruin doen. En een beetje van die blauw. Niet te veel. En dan doe ik in de hoek even. Zie je, dan heb ik eerst een hele lichte grijs. Maar ik wil hem wel ietsje donkerder hebben. Want ik ga hem ook nog mengen met water. Dus dan wordt hij ook nog weer wat lichter van kleur. Doordat hij mengt met het wit van het papier. Ik ga ook gewoon even over het... hoe heet zo'n ding ook nog weer? Trektortje heen. Zo. En dan natuurlijk om de bloemetjes heen. Dus ik probeer die bloemen wel een beetje uit te sparen. Je ziet dat op mijn kwast is die hier is op mijn kwast net iets meer bruinig. Nee, dat is niet zo heel erg. Dan ook die andere kant. Andere kant. Punt van de kwast, want daar zat meer blauwig op. Blauw-grijs. Zo. Dus die bloemen, daar ga ik nog later mee aan de gang. Nou, wat ik nu doe, is even met een doekje. Dan ga ik het een beetje wegwrijven. Dus je wacht heel even en dan veeg je een beetje weg. Ik ga er later nog wel weer met een andere kleur ook overheen. Maar het is nu eventjes... Dat er in ieder geval iets van kleur op zit. En dat ik straks kan kijken welke kleur ik daar helemaal wil. Als ik het tractortje heb gedaan. Nou, dan zorg ik dat hier ook wat kleur komt. En daar wil ik een iets frissere groen hebben. Zodat het iets meer in het oog springt. Maar ik wil straks de kuikentjes geel en de kip wil ik wit. Dus dat moet nog wel een beetje tegen die kleur af gaan steken. Dus ik moet even kijken wat ik ga mengen. Want dit moet straks ook nog een beetje afsteken natuurlijk. Dus misschien ga ik ook een beetje meer voor de zandkleur. Toch een beetje meer dat er aandacht meer op de kipjes gaan vallen dan straks op de kleur van de grond. Misschien dat dit op zich wel eventjes een mooie ondergrond is om in eerste instantie neer te zetten. En dan zet ik ook wat dunner en dan later kunnen we altijd weer wat dikker gaan. Nou, ik ga gewoon even over de kuikens heen, want dan ga ik toch dikkere verf opzetten.
probeer wel een beetje om die... ja, ik ga er ook maar overheen. Dat is makkelijker. En ik kan straks toch nog weer met het groen erop. Misschien geeft het uiteindelijk nog wel een mooi effectje. Meestal is het, als je iets doet waarvan je in eerste instantie denkt, oh, dat was niet zo slim, dan achteraf blijkt het eigenlijk wel een mooi resultaat te geven. Dus ik ga eens even kijken. Ik pak een iets grotere kwast, want ik krijg nog te veel strepen naar mijn zin. Dus dit is het onderlaagje. We gaan er straks nog verder weer overheen. Nou, wat ik meestal doe is zorgen dat aan het randje een beetje extra van die kleur blijft zitten. En dat ik de rest wat egaler van kleur maak. En waarom doe ik dat? Omdat je dan mooie contrast met de andere kleuren krijgt die er tegenaan staan. En in het echt heb je ook altijd wat verloop richting de achterkant toe. Dus dan kan je dat mooi een beetje nuanceren. Nou, hier geef ik even aan dat daar een paaltje moet komen. Voor het gaas ga ik straks wat anders doen. Laat hem heel even drogen en dan ben ik zo weer terug. Omdat ik de kleuren helder wil houden, heb ik tijdens het drogen ook even mijn water weer verschoond en mijn kwasten goed schoongemaakt. Een druppeltje, eventjes weghalen. En dan kan ik verder met waar ik gebleven was. Ik vind het leuk om daar een rode tractor te maken, maar ik wil hem niet helemaal knalrood hebben. Dus ik doe er een tipje van het bruin in. Want op de voorgrond moeten de kipjes en de narcissen moeten de aandacht krijgen. En de tractor iets minder, dus ik probeer hem iets af te matten. Nou, even kijken. Om een hele donkere kleur te krijgen kun je die donkerbruin weer gebruiken met donkerblauw bijvoorbeeld mengen. Maar omdat het ver weg is wil ik hem ook niet te hard hebben. Dus ook hier doe ik weer een tipje wit in. Zodat hij iets minder hard wordt. Mag nog een beetje meer in. Dus dat hij meer donkergrijs dan echt richting het zwart is. Nou, pak even een kleine kwastje, want met dit kwastje gaat zo'n klein wieltje niet lukken. Dus daarom heb ik altijd meerdere kwastjes in de buurt. En dan kan hem altijd nog donkerder maken. Ik zie dat mijn kwast een beetje nat is. Dus die heb ik even afgedept aan een doekje. Ja. Nou, laat me even weer drogen. En dan kan ik altijd kijken of ik nog anders wil. Ook even dat ding erachter. Dat is een hooiverspreider of zo. Ik weet niet hoe dat... maar ja, goed, dat zie ik ze altijd mee. Ik denk, nou ja, ik verzin maar wat. Vind ik altijd wel leuk gezicht. En dan kunnen we misschien... Kunnen we nog wat met de lijntjes die hij dan getrokken heeft. Kunnen we misschien wat in de ondergrond doen. Dus hier zo kunnen we misschien nog wat gaan doen met die lijntjes. Nou, nu ik toch die grijzige kleur heb, die kan ik ietsje bruiner maken. En dan kan ik even met die paaltjes aan de gang. Want die staan wat meer op de voorgrond en die kan ik even iets meer erin zetten. Ze doen of ze rond zijn, hè? Dat is altijd wel leuk. Ga ik ook bij deze doen. Zorg dan wel dat de schaduw aan dezelfde kant staat. Deze wil ik iets groter hebben. Want die staat iets meer nog naar voren. Iets meer body krijgt. Zie je dat ik een hele dikke klodder op mijn kwastje heb. Dus dat verft niet fijn. Dus ik ga hem even langs het randje doen. Mijn kwastje weer wat meer een model. En dan kan ik die verf weer aantippen. En die weer gebruiken. Dan kan ik er wat makkelijker een lijntje ook trekken. Zie.
Nou vind ik ze eerlijk gezegd alweer een beetje te zwaar geworden qua verf. Dus ik wil echt een beetje opletten dat ik niet te dik ga naar de achtergrond toe. Ik een paaltje die doe ik wat kleiner omdat hij iets verder weg staat. Om een beetje ruimte suggestie te geven. Ik heb hier niet echt een éénpuntsperspectief of zo van gemaakt. Dit is eigenlijk wat ik in vakanties ook doe. Dan ga ik gewoon een beetje echt een sfeertekening maken. En dat vind ik leuk om te maken, want dan heb je gewoon, dan kun je de elementen in stoppen die je ja, van toepassing vindt voor de plek waar je geweest bent. En het hoeft niet helemaal realistisch te zijn, maar het vangt vaak wel de sfeer die je daar had. En dat is juist het leuke eraan. Nou, het leuke is dat je meteen al ziet hè, dat er weer meer diepte in komt. Net zoals we dat in het filmpje van dieptewerking hebben gezien. Ik ga nu even bezig met de kip en de kuikens. De grote kip wil ik wit hebben en dan pak ik even weer mijn voorbeeld erbij. Daar is mijn kip gebleven. Ik had hier een mooi plaatje van een kip. Ik probeer hem net een beetje van het wit af te halen. Nou had ik hier natuurlijk nog lekker grijs en zo. Dus dat ga ik gewoon stiekem een beetje erbij doen. Dus dat ga ik bij de wit mengen, dat hij net niet helemaal spierwit is. Want die spierwit heb ik straks nog nodig voor de hooglichten. Dus als ik zeg maar echt waar de lichtval op komt. Dus ik maak hem eerst eigenlijk een beetje grijzig. En je ziet de kip ook, hè? Hij is ook een beetje blauw. Grijs heeft hij aan de onderkant van schaduw. Dus daar ga ik gewoon lekker mee spelen. Maar ik zie dat ik veel te dun bezig ben. Dus ik moet gewoon even een dikke klodder maken. Dus ik moet meer dekkend wit hebben. En daar een beetje van die blauw in, blauw-grijs in mengen. En dan zie je al dat elke onderlaag, als je iets wits of iets geels erop wil, eigenlijk best wel lastig is. Nou, ik schilder hem gewoon even door alsof er geen grassprietjes voor staan. Want straks doe ik er gewoon grassprietjes voor langs. Zoals bij de pootjes waarvan ik niet zo goed weet hoe het precies zit. Daar kun je altijd een beetje mee smokkelen, hè? Gewoon doen. Doe ik ook altijd. Nou, nu het nog nat is, ga ik er ook met wat donker erin. Dus ik ga even wat meer donker nog mengen. Want er zit best een groot contrast in. Dan pak ik een beetje bruin erbij. Om wat extra diepte nog erin te geven waar het echt extra donker is. Dus net even wat meer kleurnuance te doen. Als iets te hard wordt, dan kan je gewoon even met je vinger deppen. En dan wordt hij net even iets zachter van kleur. Nou, dan vind ik het wel leuk met zo'n kipje om natuurlijk ook even dat rode flapje boven op zijn hoofd erop te zetten. Ik weet eigenlijk niet eens hoe dat officieel heet. Bij een haan is dat een hanenkam. Maar hoe heet dat eigenlijk bij een kip? Dan moet hij natuurlijk nog een snaveltje. Nou, het snaveltje zie je eigenlijk ook helemaal niet echt op de foto. Dus ik brouw er maar een kleurtje aan. Het is niet geel, het is niet een heel licht kleurtje. En, ik maak er maar een beetje okerachtig van. Dus een beetje geel mengen met een beetje van dat bruin. Maar het is wel handig om een beetje de vorm van zo'n kipje te hebben. En ik maak ze iets geler. Dus waar je getekend hebt en je hebt natuurlijk een tekeningetje gemaakt. Maar als je denkt van nou, het tekeningetje klopt niet helemaal, dan corrigeer je het gewoon met de verf. Eigenlijk hoef je alleen maar wat bolletjes te tekenen. Om al een kipje te hebben. Kuikentje. Maar het begint al wat te lijken. Nou, als het een aan het droog is, kan je natuurlijk met de andere weer verder. Dus ik ga nog even proberen met die stelen nog wat meer te doen. Eigenlijk ben ik al best wel tevreden. Ik wil alleen de bloemen eigenlijk nog iets sterker naar voren krijgen. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk door op sommige plekken een donker randje eromheen te zetten. Dus niet helemaal, maar een klein stukje eromheen. Dat hij iets meer van de achtergrond afkomt. Dus daar ga ik even mee experimenteren. Dus ik ga kijken of ik de groen die ik heb wat met dat bruin kan mengen. Dan krijg ik een beetje zo'n kleur. Even kijken.
enige wat ik nog wil doen is de paar paaltjes daarachter. Maar die ga ik maar heel sumier doen. Misschien ga ik ook alleen maar grassprietjes doen. In ieder geval de overloop ziet van de een naar de ander. Als ik die nou een stukje door laat lopen. Heeft ook net weer iets meer diepte. En nog een klein beetje grijsbruinig hier langs. Ja, en dan zet ik maar hele kleine grijze paaltjes neer. Ik wil niet dat ze te veel aandacht vragen. Ik ben alleen nog niet helemaal tevreden met dat tractortje. Die vind ik toch nog iets te veel aandacht vragen. Even van dat grijs eroverheen zetten. Dan heb ik een beetje weg. Zo, dan wordt hij net wat meer in de verte. En dan zet ik juist het rood van dit haantje nog een beetje, of van het kipje nog een beetje. Iets een nuance nog in aanbrengen. Dat er net even iets meer diepte in de kuipjes komt. Nu had ik het gaas hier getekend met een potlood. En dat heb ik een beetje schots en scheef, weet je wel. Je hebt soms het gaas wat een beetje inzakt. Nou, dat ga ik proberen na te maken. Ik kies daarvoor ook een grijzige en een heel dun kwastje. En zorg ook dat je kwastje droog is. Dus ik bedoel daarmee te zeggen dat er niet veel water op zit, want dan heb je van die druppels. Dus ik neem eigenlijk over wat ik met mijn potlood even heel snel geschetst had. Het leuke daaraan is dat het lekker vlot blijft. Nou, en ik vind nu dat hij klaar is. Ik ben tevreden. De kip is mooi geworden. Ik kan de kip nog even een kleine boost geven, dat hij net iets meer van de achtergrond afkomt. Door op sommige plekjes net eventjes nog met dat grijs een detail te geven. Enkel kipje ook nog even doen. Dan wordt hij net even wat meer, komt hij van de achtergrond af. Dus eigenlijk pak ik dan de lijntjes die ik ook nog getekend zag. Niet overal, maar op een paar plekjes doe je dat eventjes. Ik vind dat hij zo klaar is. Ik zie alleen op de staart nog even van de kip. Dat schijnt nog een heel klein beetje door. Dus daar gooi ik nog even een beetje extra kloddertje wit op. Even wat dikker. Iets beter dekt. Nou, ik zie een heel klein beetje geel in. Nou, eigenlijk is dat niet zo heel erg. Want dat is juist eigenlijk wel een beetje mooi. Krijgt hij net iets meer kleurnuance van. Nou! Misschien hier nog een paar sprietjes. Dat het nog net iets dichterbij lijkt. Zo. Ik zeg niks meer aan doen. Hartstikke mooi zo. Bedankt voor het kijken en ik ben benieuwd naar jullie resultaten.